DJI heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het geofence systeem van hun drones. En in deze video gaan we je daar alles over vertellen. Geozones is iets waar elke dronepiloot mee te maken heeft. Geozones zijn bedacht om richting te geven aan gebieden waar met een beperking of helemaal niet gevlogen kan worden. Dat is voornamelijk bedoeld om het veiligheid in perken te houden. Denk bijvoorbeeld aan luchthavens waarbij het niet wenselijk is dat vlakbij een landingsbaan een drone zomaar vliegt. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn om kritieke infrastructuur of een stukje milieu te beschermen. De reden kan achterliggend verschillend zijn, maar daardoor zijn er verschillende soorten geozones in Nederland waar je of met een beperking of helemaal niet mag vliegen. Maar dat is iets wat de laatste tijd pas echt goed is ingevoerd. En DJI heeft daar een aantal jaren geleden eigenlijk een soort voorschot op genomen toen er nog niet echt geozones of duidelijke communicatie daaromtrent was. Ze hebben toen hun eigen geofencing systeem in de drones geïmplementeerd, waarbij ze eigenlijk rondom kritieke plekken, denk aan bijvoorbeeld een luchthaven of gevangenissen, kleine no-fly zones maakten waar de DJI drones standaard niet wilden opstijgen. Alleen met een speciale toestemming en een unlock kon je je drone dan toch in die gebieden vliegen als je daar toestemming voor had. Dat is iets wat later nog een keertje verder is uitgebreid, want in het begin waren het alleen cirkeltjes en later werden dat vormen op maat, zodat bijvoorbeeld bij een landingsbaan er een soort trechter in het verlengde van de aanvliegroute was waar die drone niet of tot een lage hoogte kon vliegen. Puur eigenlijk vanuit veiligheidsoogpunt, dat er dus niet zomaar een drone op zo'n kritieke plek terecht kon komen. Nou, inmiddels zijn we wat jaren verder en hebben ook de Europese wetgeving waar het hele principe van geozones en waar je wel of niet mag vliegen veel meer vorm heeft gekregen en veel duidelijker is gecommuniceerd. Vanuit de Europese wetgeving hebben we eigenlijk een paar verschillende varianten. We beginnen met de rode gebieden. En zoals de kleur al doet vermoeden is dat een gebied waar je echt per definitie niet mag vliegen. Dus daar kun je gewoon met je drone niet terecht. Daarnaast hebben we de gele gebieden en dat zijn gebieden met een beperking. Dat betekent dat je daar wel mag vliegen, maar dat je bijvoorbeeld een hoogtelimiet krijgt, zoals in een laagvlieggebied, of dat je bijvoorbeeld een melding moet doen dat je ergens gaat vliegen om iemand of een locatie in de buurt te informeren dat je daar met je drone vliegt. Maar dat is dus niet per definitie een beperking. De groene gebieden zijn gebieden waar je verder zonder enige standaardbeperking wel mag vliegen. Die gebieden vallen eigenlijk samen in wat we kennen als de blauwe gebieden. En dat is eigenlijk het toekomstige U-space. En in die blauwe gebieden wordt extra gekeken naar de combinatie van verschillende soorten onbemande vluchten en bemande vluchten om dat op een goede manier te stroomlijnen. Nou, als we dat allemaal combineren, dan komt dat eigenlijk in één overzicht een beetje samen. Waarbij U-space het totaalplaatje wordt, een stuk luchtruim waarbinnen alle soorten vluchten, niet alleen jij met je drone, maar ook bijvoorbeeld een pakketjesdrone of bijvoorbeeld een onbemande vlucht, goed gecoördineerd wordt. En dat er binnen dat gebied mogelijk beperkingen zijn met gebieden waar je gewoon mag vliegen, gebieden waar je met een beperking mag vliegen of gebieden waar je helemaal niet mag komen. Deze informatie geldt in basis voor alle vluchten in de open categorie. In specifiek kun je eigenlijk voor bijna al deze zones wel een uitzondering krijgen, maar hangt dat weer heel erg af van speciale procedures of eventuele extra toestemmingen. Nou, wat is nou het verschil met hoe DJI dat heeft gedaan? Het systeem van DJI van vroeger was puur gebaseerd op veiligheid en echt ervoor zorgen dat een drone niet zomaar op een niet geschikte plek terecht kon komen. En daardoor waren het echt harde blokkades. Dus je kon een drone niet zomaar starten of vliegen naar een landingsbaan of een gevangenis. Het hele geozone verhaal vanuit de Europese wetgeving is eigenlijk puur een waarschuwingssysteem, waarbij het duidelijk moet zijn in wat voor gebied je je bevindt. En blijft het de verantwoordelijkheid van de piloot om te bepalen of die daar mag vliegen en zo ja dat wel of niet te doen. Daardoor gaat DJI hun eigen systeem, met dus echt die harde blokkades, uit de DJI drones verwijderen en het nieuwe systeem implementeren waarbij deze geozones in de DJI app zichtbaar zullen zijn en je dus in de app een melding zal krijgen in wat voor gebied je je bevindt zodat je daar als piloot kennis van kan nemen. Het grote verschil daarmee is dat het dus vanuit één bron gaat komen en niet meer het DJI systeem is naast de nationale no-fly zones. Want dat zorgt er soms ook nog wel eens voor verwarring dat bijvoorbeeld in de DJI app je een gebied had staan waardoor mensen dachten dat ze ergens mochten vliegen, terwijl die locatie eigenlijk nog steeds in een geozone was waar je in de open categorie bijvoorbeeld niet terecht kon. Uiteindelijk is het ook het doel dat elk land
in een vast bestandsformaat en in eigenlijk één bestand de nationale geozones aanlevert, zodat er van elk land één centrale bron is waar die geozones vandaan komen, zodat die allemaal op een goede manier geüpdate kunnen worden. Op dit moment zijn er al 8 landen in Europa die die geozones volgens die volledige nieuwe standaard aanleveren. En de rest van de landen zullen in de komende maanden daarin volgen. En met de updates die nu aan het uitrollen zijn, bereidt DJI hier zich dus op voor. Het grote verschil wordt dus dat je geozones krijgt die pure waarschuwing zijn en geen harde blokkades meer zijn. Dat betekent aan de andere kant voor bijvoorbeeld specific operators dus ook dat er geen unlocks of dingen meer nodig zijn om in de buurt van een luchthaven of iets te vliegen. En uiteindelijk is het dus het doel om die informatie over geozones zo compleet mogelijk te maken en op een goede manier per land te kunnen importeren. Nou, mocht je hier nou meer vragen over hebben of meer over willen weten, dan kun je altijd contact met ons opnemen of terecht in een van onze winkels.